Goedenavond. Mijn naam is Bo. Bo Linkbal. Vogelspotter. Maar ik spot niet met de vogels, hè. Maar dat is helemaal niet om mee te lachen. We staan hier vandaag in de Het Wiezenpolder. En de BRT heeft mij gevraagd om even te vertellen wat er precies aan de hand is. En waarom dat die dus niet onder water moet gezet worden, die polder, hè. Eerst en vooral, waarom niet? Wat zie je hier? Wat zie je hier? Wat zie je hier? Natuur. Natuur. Je ziet hier natuur. En dat gaan ze dan vervangen door wat? Door wat gaan ze dat vervangen? He? Door natuur. Koek, koek. Hoort het? Natuur vervangen door natuur. Ha, ha, ha. Is dat niet een klein beetje overdreven? He? Ik snap er niks van. Dat is net hetzelfde als dat je in Antwerpen, he? In Antwerpen, zeg maar iets, in Schipperstraat, he? De Dames van Plezier gaat vervangen door Dames van Plezier. Een oer voor een oer. Allee! Ik snap er niks van. Stop! Oh, een leeuwerik, een leeuwerik. Een leeuwerik, een leeuwerik. Ik hoor een leeuwerik. Een leeuwerik. Volgende keer meer over de leeuwerik. Nee, 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 doe maar. Ah, geen leeuwerik vandaag. Tot slot nog even, dus natuur vervangen door natuur. Koek, koek. Ik zal u de echte reden geven. Waarom? Dat ze die polder hier onder water gaan redden. Waarom? Zakken voor de rij. Zakken voor de rij. Op het einde van de rit is er één iemand, of een organisatie, je hebt enorm veel geld me verdiend. Hier organisatie, hier persoon. Dank u. Ik zou graag nog even willen eindigen met een vogelspreuk. Aan de pluimen herkent men de vogel. Stop al.